Welkom bij de VSZ in Best, een vriendenspoorwegen Zwitserland. We zitten hier in de Molenstraat in Best, in ons eigen pand. Dat heeft het grote voordeel dat we de baan, zoals we die opbouwen, dat die kunnen blijven bestaan en dat we continu aan het bouwen en aan het verbeteren zijn. En we heten niet voor niks vriendenspoorwegen Zwitserland, want wij bouwen in model een stukje Zwitserland na, zowel in het grote spoor als in het smalspoor. Zwitserland is van oudsher het land van de treinen. Iedereen heeft het over treinen in Zwitserland. Het feit dat die dingen altijd en eeuwig op tijd lopen. En zeker ook het feit van, zij hebben geen last van vastzittende wissels. En ook geen last van plaatjes op de rails. Het rijdt daar gewoon. Vanaf de Eerste Wereldoorlog heeft Zwitserland, omdat ze toen geen kolen hadden, zich toegelegd al op elektrificatie. Nederland was daar veel later mee. Ja, eigenlijk pas tegen de Tweede Wereldoorlog aan. En de Zwitserse locomotieven, ja, ze hebben nou eenmaal iets. Ze zijn mooi, wij vinden ze mooi. En ze hebben van oudsher ook hun eigen fabrieken die zowel de wagons als de locomotieven bouwen. De beroemde, hij staat hier ook in het groen, krokodil, zoals die rijdt, zowel bij de grote bedrijven als bij de smalspoorbedrijven, is werkelijk waar een locomotief die de hele wereld kent. Mijn naam is Erwin Kersens, 34 jaar. In de hobbywereld heb ik zelf ook modelspoor als hobby en in het echte wereld ben ik machinist bij de Nederlandse Spoorwegen. Dat is mijn beroep al sinds 14 jaar. Nou, als hobby heb ik modelsporen op Zwitsers gebied. Zoals we hier zien hebben we station Blauwzee-Mietholt. Dat is een station wat in het echt ook bestaat in Zwitserland. Ligt aan de Bern-Lutschberg-Simplon-spoorlijn, gelegen tussen Bern en Briek. Station Blauwzee is gebouwd door een clublid van ons. Het stationsgebouw is compleet eigenbouw. Heeft hij tekeningen voor, foto's van gekregen van clubleden in het verleden. En heeft hij met allemaal materialen die hij thuis had liggen, restmaterialen, heeft hij het complete stationsgebouw van Blauwzee opgebouwd totdat wat het nu is. We zien hier achter de klimspiraal staan. Wij noemen dat klimspiraal. Dat is eigenlijk gewoon om treinen hoogte te laten winnen naar een ander niveau weer. En dat kan in etappes van x aantal centimeters. In het echt noemen ze dat het stijgingspercentage en daar zit ook een maximaal stijgingspercentage aan wat locomotief aan kunnen. De bovenleidingsportalen die zijn ook compleet eigenbouw door dezelfde clublid. De seinbrug, we hebben nog een seinbrug op die hoek staan, die heeft de clublid ook compleet zelf gebouwd. Is een werkende seinbrug met lampjes. Er zit een elektronische aansturing achter die zorgt dat de seinen ook geschakeld worden naar het Zwitserse seinbeeld die we kennen. Nou, de modelspoorbaan hier is nog op dit moment in ruwbouw. Dat heeft ermee te maken dat wij op de club geautomatiseerd rijden. Dat houdt in dat de treinen via een laptop aangestuurd worden. En daardoor zitten er heel veel bekabelingen onder de baan om het geautomatiseerd te laten rijden. Dat houdt dus in dat we heel veel moeten gaan testen met diverse soorten treinen en modeltreinen van de club. We hebben onze eigen modeltreinen die we onderhouden thuis. Die nemen we mee naar de club. Dat laten we ook rijden hier door zoveel mogelijk verschillende soorten treinen te laten rijden hier op de club. Komen we er ook achter. Of alles gewoon betrouwbaar is en dat we overal, nu kunnen we er overal bij komen. Dus we laten beginnen aan de scenerie, het landschap voor de modelspoorbaan. Dan wordt het een stuk moeilijker als je op dat moment op een probleem stuit. En daardoor is de baan nu nog in de ruwbouwfase. En op dit moment rijdt het allemaal zoals we nou behoren, zoals we willen. De beachstel viaduct wat wij hier op de club hebben is door twee clubleden gebouwd. Er is een merk die de brug levert.
Alleen het nadeel van het merk is dat de brug recht is. In het echt ligt de brug in een hele lichte kroming in een dal. En aan de hand van foto's, metingen, hebben de twee clubleden de brug helemaal nagebouwd zoals hij het echt ook zit. Dat heeft wel ingehouden dat ze ook heel veel zelf moesten maken. De bovenleidingsportalen zijn zelf gemaakt. Ze hebben nieuwe constructiestukken erin moeten zetten. De brugdelen die erbij zitten hebben ze zelf gemaakt. De landhoofden hebben ze ook helemaal zelf gemaakt, geschilderd en gespoten. En uiteindelijk is de bovenleiding erop gekomen en dat is compleet uit messing gemaakt en gespoten en erop gezet. Het is compleet handarbeid geweest. Het normaal spoorgedeelte rijdt op een spoor van 1435 mm en het smalspoor rijdt op een spoorbreedte van 1 meter. Ik ben Dennis Ronald en we staan hier bij de smalspoorbaan. En die is in Zwitserland heel bekend. Dus opgericht in 1888 door Willem Holzboer. Een gedeelte hebben we hier vandaag gebouwd. We hebben onder andere het station Lutzeruti. En dat is heel bekend. Dus bij Aroza in de buurt. De smalspoor wil zeggen 1 meter. En dat is het voordeel. In de werkelijkheid kun je in de bergen kleinere bochten maken. En dat is natuurlijk voor de voordelen. Dat mag in Nederland zelfs vlak. In Zwitserland natuurlijk niet. Maar dan kun je veel, veel betere sporen aanleggen. Dit wordt opnieuw opgebouwd. Dit is uit de roodband. Wordt het opnieuw gegipst. Dit is de komende maanden gebeuren. En dan wordt het verder dichtgebouwd. Maar wel dusdanig dat er altijd nog bij kan.